Hallo bunkerliefhebbers, vandaag hebben we weer een Nederlandse bunker. We zien hier een soort van schoorstenen uitsteken. Maar de bunker zelf, die ligt hier beneden. De ingang. Dus we gaan even een kijkje nemen binnen. Dit is hem. Nou, krijgen we hem niet scherp? Oh, hij is scherp. Motje. We gaan naar binnen. De deur staat al op een kier voor ons. Dit is niet zozeer een Nederlandse 1914-1918 volgens mij. Maar dat wel zou moeten zijn. Ik heb mezelf tussen de deur wurmen. Oh, bleef hangen. Het is er wel één. Maar ze hebben hier dicht gemetseld. Wat is hierachter dan? Helemaal niks. Wat vreemd zeg. Volgens mij is dit dan een kleine variant van een Nederlandse 1914-1918 bunker. Ik ben mijn weg eruit aan het werken. En ik hoor dat er nog eentje zit. Oh ja. Ja, Nederlandse bunkers heb ik niet heel veel verstand van. Maar de video is nog niet klaar. Want we gaan hier natuurlijk ook even een kijkje nemen. Oh, dit loopt wat verder door. Dit is interessanter. Oké. Okay. Helaas afgefikt. Kijk, hier konden we net niet verder. Oh, dit is precies hetzelfde werkje. Maar dan was het bij die andere hier dichtgemetseld. Wat ik totaal niet snap waarom ze dat dichtgemetseld hebben. Midden in de bunker. En hier loopt hij naartoe. En dit, ook weer één ruimte. Maar toch een soort van variant dan op die 1914-1918 bunker. Want die openingen zitten er wel in dichtgemetseld. Nou ja, heel veel interessanter kan ik deze video niet maken. Ik zie jullie in de volgende aflevering. Tot morgen!